Green had binnen, Skeda Solari ook. Start is vrij voor de tweede qualifier voor de Bingo St. Ledger. Vertrokken en de start is gevallen. Een minder goede start voor Skeda Solari. Ook First Condé moet er nog 10 voorbij om te winnen. En goed uit de startboxen is Bronze Green. Die gaat meteen de gouden plek opzoeken. Met aan de binnenzijde Parovnab. Die profiteert van de reling voor de tweede plek. Wordt nu gepasseerd door Amour de Mavie. In vierde positie volgt dan Cap Français. Met Nichon Ifroid aan de binnenkant op de vijfde plek. Eclectic Bird ligt dan zesde. Met verder weg in het veld dan Act of Magic. In het gezelschap van Alp en Skeda Solari, die komt dan opnieuw opzetten, passeert Alp. Lady Magda houdt het rustig op een gedeelde negende plek. Reynardo volgt aan de binnenkant van First Condé. En zo zijn de posities ingenomen. En hebben we als leider Bronze Green met twee lengte voordeel op Amour de Mavie. Skeda Solari, die is opgerukt van de laatste plaats naar de tweede plek. Aan de binnenzijde Amour de Mavie. Cap Français, die ligt dan vierde met aan de binnenzijde Parovna. Die draait momenteel op de vijfde plek. De bloze bocht in met Act of Magic aan de buitenzijde. Eclectic Bird ligt dan zevende. Op het moment dat de eerste twee een kloof kunnen opbouwen van een vijftal lengte. Bronze Green aan de binnenzijde en Skeda Solari buitenom. Beide paarden van Felice Jacobs die proberen deze koers tactisch naar hun hoeven te zetten. Met een viertal lengte voorsprong op Amour de Mavie, Cap Français en Act of Magic die volgen. Met Parovna aan de binnenzijde. Eclectic Bird voor Mark Steeland in het hart van het peloton. Morgan de Hens die volgt dan met Nichon Ifroid aan de buitenkant van Alp. Lady Magda op dezelfde hoogte. En First Condé en Reynardo die sluiten het twaalfdelig peloton. Wanneer we de bloze bocht opnieuw indraaien in de tweede qualifier voor de Bingo St. Ledger. En dat doen we onder het leiderschap van Bronze Green. Met een lengtevoordeel op Skeda Solari. Amour de Mavie die volgt dan aan de buitenzijde. Aan de binnenkant hebben we Act of Magic. Act of Magic die ligt derde. Cap Français nog altijd vierde. Amour de Mavie die volgt dan op de vijfde plek. Zesde aan de binnenzijde hebben we dan in de gele kleuren Parovna. Eclectic Bird die volgt dan met een lengtevoordeel op Nichon Ifroid. Lady Magda gaat dat tent mee nu aan de buitenkant lopen in een zakdoek bij elkaar. Dit tempo kunnen ze allemaal volgen. Reynardo, First Condé en Alp. Alp die ligt twaalfde, maar nauwelijks op vijf lengten achterstand van de leider. En dat is nog altijd Bronze Green. En die wordt nu uitgedaagd aan de binnenkant door Act of Magic. Act of Magic die haalt de toverstaf boven en tovert zichzelf naar de koppositie met Cap Français in tweede stelling. Bronze Green die zit op het tandvlees. Eclectic Bird die komt opzetten, net zoals Lady Magda. En we komen halverwege de bloze bocht met als koploper nog altijd Act of Magic. Act of Magic is de leider met in tweede stelling Cap Français. Eclectic Bird die ligt derde met Lady Magda achteraan. Lady Magda aan de binnenzijde in de achtervolging op Act of Magic. Met aan de buitenkant Cap Français voor Philippe Canepel. Cap Français die versnelt. Cap Français die neemt een lengtevoorsprong. En Cap Français op weg naar de winst. Daar is Lady Magda aan de binnenkant. Lady Magda die weet de finish staan. Nog altijd Lady Magda in de laatste 50 meter. Het leek binnen voor Cap Français. Maar Lady Magda die kent elk grasprietje hier in Waregem. En het mijn gezicht is erover. Lady Magda, Cap Français, de aankomstrechter heeft het laatste woord in deze thriller van een qualifier voor deze Bingo St. Ledger. En het is inderdaad Lady Magda. Karen Dieltjes, je hebt je hartsvriendin teruggebracht. Voor Wim van der Poel, Nadine Vrijen en Stalm Hollehoff.